Almere staat 4 dagen lang in het teken van het WK triathlon. In aangepaste vorm, omdat vanwege corona natuurlijk nog niet alles mogelijk is. Geen evenement van 2 weken, geen WK cross triathlon en bijvoorbeeld ook geen WK sprint duathlon. De organisatie is blij dat in ieder geval het WK Long Distance en het WK Aquabike wel kunnen doorgaan. Maar er is nog veel meer. Nou, welke wedstrijden er allemaal zijn, dat weet onze verslaggever Han Dijstra. Han, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat weet ik zeker. Want ze gaan zo dadelijk hier beginnen met de junioren triathlon. Dat wordt de laatste jaren altijd wel gedaan. Dus dat is in het programma overeind blijven staan. Dat is natuurlijk prachtig, hè. Scholen komen dan in actie over heel Nederland verspreid. Ze komen allemaal deze kant op om hier op de Esplanade te strijden voor de titel. Dat is natuurlijk gaaf. En dan kun je al een beetje kennis maken, zeg maar, met de sport. Wat voor sport is dat nou precies, dat triathlon? Nou, je moet natuurlijk zwemmen. Dat weten we. Je moet natuurlijk fietsen. Dat weten we. En we moeten natuurlijk hardlopen. Dat weten we ook. Dat gaat zondag allemaal tijdens de hele triathlon gebeuren. Maar de jeugd vandaag gaat een kortere afstand doen en het fietsen is er ook uitgehaald. Dus ze gaan vandaag niet fietsen. Dus wel zwemmen om 11 uur hier achter mij in het water. Dan een heel mooi stuk in het Lumière Park hardlopen. En dan over de finish komen hier op de Esplanade. En dan het gevoel krijgen van een echte triathlon. Dat zeg ik, het gevoel, want het is geen triathlon, want het fietsonderdeel Marianne van Aken van de organisatie is er uitgehaald. Dat moet voor jullie balen zijn, dat er niet gefietst wordt. Ja, dat is heel erg jammer, maar helaas lukt dat niet. Want vorig jaar hebben we natuurlijk de corona gehad, waardoor we de hele triathlon niet konden doen. Dit jaar kan die gelukkig wel doorgaan, maar voor het fietsparcours was met de Floriade het een beetje te ingewikkeld. En anders werd het te gevaarlijk voor de kinderen en dat wilden we per se niet. Dus is het een zwemloopparcours geworden. En ook dat is echt triathlon. Gewoon de combinatie van sporten maakt het al triathlon. En dit is uitdaging genoeg voor veel kinderen. Ja, want het is moeilijk, hè? Eerst een stuk zwemmen en dan een stuk lopen. Het zwemmen is hartstikke moeilijk, want het is open water. Je hebt golfjes, je hebt wind. Het water is, het is niet koud. De temperatuur is oké, maar het voelt toch eventjes koud als je er net ingaat. En dan zie je dat hele grote water en dan moet je dan dat rondje zwemmen. Dat is gewoon heel spannend. Maar we hebben goede beveiliging. We hebben boten van de reddingsbrigade hebben we. We hebben mensen met kanootjes. Dus als iemand het niet redt, dan wordt hij gewoon opgepikt en dan is niks aan de hand. Ja, jullie willen de sport graag in Nederland onder de jeugd stimuleren. Dat ze deze mooie sport, wat jullie dan vinden, gaan doen. Lukt dat een beetje? Is er veel jeugd die aan triathlon doet? Ja, er is best wel veel jeugd en het is ook wel in groeiende belangstelling, deze combinatie. Dus we zijn heel erg positief erover. En als je kinderen spreekt hier na deze wedstrijd, dan zijn ze allemaal laaiend enthousiast. Dat ze het hebben gehaald, het is echt grenzen verleggen en dat vindt iedereen leuk. Dus ik geloof er echt in dat dit helpt om de triathlonsport populair te maken. Nu is het op de Esplanade de start. Een stukje door het Lumière Park hardlopen. Het hele festivalterrein is dit jaar afgezet. Echt heel streng. Je moet binnenkomen. Niet er gebeurt er iets live. Kijk, dit is organisatie, mensen. Dit is anders organisatie. Gepiept voordat je... Kijk eens, dat moet natuurlijk, want ze lopen dan, ik zal het even uitleggen. Ze gaan hier over de matten lopen. Ze hebben allemaal een chipje in hun schoen of in hun zak zitten. En als ze dan over de matten gaan lopen, dan gaat eigenlijk de tijd al in. En dat zou natuurlijk doodzonde zijn, zo 9:45. Als je dan al over die matten gaat, dan heb je een hele lange tijd als om 11:00 pas de start gaat beginnen. Dus ze moeten niet over die matten lopen. Ze moeten nu nog niet over de matten lopen. dat is altijd een beetje ingewikkeld bij een triathlon, omdat je wisselzones hebt. Dus ze gaan bijvoorbeeld hier het water in, komen daar het water uit, dan gaan ze via de tenten, kunnen ze hun schoenen aantrekken en klaarmaken voor het hardlopen. Dan gaan ze daar weer de tent uit en dan gaan ze het hele park door. Ja. En dat is juist het leuke van triathlon, hoe dat allemaal aan elkaar geplakt is en hoe je dan tot een mooi parcours komt. Ja, mooi, hè, dat je er druk mee bent, want je bent de hele ochtend hier al druk. Je bent hier vroeg gekomen. Ja. Alles in de gaten houden. Enthousiaste jeugd. Af en toe afremmen, maar toch ook lekker op gang laten gaan. Ja. Ik zou zeggen, 11 uur stadsgort hier. Veel plezier hier in Almere. Ik hoop dat jullie mooie plaatjes nog maken, want het is gewoon heel leuk voor iedereen. Ja. Marianne van Aken dus hier vanaf de Esplanade. Nou, je ziet het. Als je hier naar beneden gaat, ga je het water in. Het bochtje ligt klaar voor de jeugd. Kunnen ze zwemmen. En dus een mooi stuk hardlopen hier Almere.